Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Deze week zou het allemaal wat minder worden, maar qua weerbeeld is het vandaag gewoon dik in orde in de meeste regio's. Dat laat deze satellietfoto ook zien: er is weinig bewolking. Er komen wel wat wolken aan vanuit het noorden en vanuit het zuiden, maar de zon die heeft vanochtend de overhand. Vanmiddag, dus wat meer een mengeling van wolken en zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidoosten is er later vanmiddag en vanavond kans op een regen of onweersbui. Temperaturen tussen de 19 en 24 graden, om de Waddeneilanden eilanden wordt het 17 graden. Ook vanavond in het zuidoosten nog steeds kansen op die enkele bui en in de rest van het land droge omstandigheden. Dan waait er waait een frisse noordelijke wind, die wordt windkracht 3A4. Ook morgen hebben we die noordenwind en dat betekent meer wolkenvelden vanaf de Noordzee. En met name in het noorden en oosten kan dat wat lichte regen opleveren. In het westen, midden en zuiden verwacht ik wat vaker de zon. 16 tot 21 graden dinsdag. Woensdag ook temperaturen onder normaal, maar vanaf donderdag gaat de temperatuur alweer wat naar boven. Dan komen we tussen de 19 en 23 graden uit, met op donderdag enige tijd regen en vrijdag is het waarschijnlijk weer droog. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.